Ik ben Christophe de Witte, ik ben algemeen directeur bij WDP. 2,5 jaar geleden heeft Tony De Pauw en Joost Uwens me gevraagd om WDP te komen versterken, omdat ze serieuze groeiplannen hebben. Dus sindsdien trek ik mij aan de kar voor België, Frankrijk en Luxemburg. Ik ben iemand die enorm gelooft in de kracht van positief denken. Dus als je zelf niet in jezelf gelooft, dan zal het zeker niet lukken. Dus zelfvertrouwen is heel belangrijk. Ik denk dat dat van kleins af aan begint. Dus mensen motiveren, kinderen motiveren, respect voor iedereen hebben, ik denk dat dat wel een essentieel element is. En daar werk ik eigenlijk elke dag aan, onbewust. Ik lach veel te veel blijkbaar. Mensen denken soms dat ik ze in het zak aan het zetten ben, gewoon omdat ik een smile op mijn gezicht heb. Want dat is een levenshouding, je moet gewoon content zijn. Maar wat heel belangrijk is in ons team, is eigenlijk inderdaad de samenwerking tussen de verschillende collega's. En eigenlijk hebben al die disciplines nodig om een verhaal tot de goede einde te brengen. Dus teamwork is eigenlijk het belangrijkste. En een belangrijke rol voor mij daarin is natuurlijk het motiveren van iedereen en de positiviteit in de groep te houden. Een van de zaken die ik belangrijk vind in het leven is dat je ook iets voor andere mensen doet. En in mijn geval is het onder andere bloed geven. Dat is eigenlijk begonnen omdat ik op mijn 18 jaar een zwaar skiongeval heb gehad en veel bloed ben verloren. En sindsdien eigenlijk als reflex begonnen ben met zo minst evenveel bloed terug te geven. En ondertussen is dat eigenlijk blijven duren. Wat dat weinig mensen beseffen is dat bloed geven eigenlijk een kleinigheid is. Dat is 20 minuten, 4 keer per jaar. Maar dat kan echt het verschil maken voor enorm veel mensenlevens. De dag dat je geopereerd wordt, heb je allemaal bloed nodig. En dat beseffen mensen pas als ze in die situatie zitten. En ik denk dat dat ook in veel dingen in het leven is, door kleine dingen te doen. Ook op het werk, een schouderklopje, een goede dag 's morgens, is eigenlijk iedereen gemotiveerd en ze tot veel in staat.